Stel je voor, je hoeft niet te wonen en te werken in een koude, gure lucht, maar wel in een warme lucht met aroma's van vanille, chocolade, kaneel. Het kan echt. En wel midden in het N4H-gebied. En hoe doen we dat? Met goede ventilatie natuurlijk. Een goed integraal ventilatieconcept zorgt ervoor dat wel de makers als de bewoners zuivere en vooral niet stinkende lucht hebben. Dat vraagt natuurlijk om energie. En daar heeft groepje 3 ons al goed bij geholpen met een WKO en zigzag zonnepanelen. Die zorgen voor geen netcongestie samen met de buurtbatterij. Die buurtbatterij trouwens meteen voor de bouw al aanbrengen. Kan je missieloos bouwen. En daarmee kunnen we ook energie opslaan wanneer we het echt nodig hebben. Dat emissieloos bouwen natuurlijk met duurzame en herbruikbare materialen, het liefst uit de omgeving. We hebben dan veel energie, we maken veel energie, we slaan veel energie op. Hoe zie je dat als een bewoner? Met onze handige app. Je kan gewoon kijken wanneer het beste moment is om jouw wasmachine bijvoorbeeld aan te zetten. Dus groene energieopslag en de omgeving, zoals je ziet, uiteraard groen. We willen veel groen toepassen op de daken, we willen groen en blauw daken en geactiveerde daken maken, zodat ook die echt voor de bewoners zijn. Daarmee zorgen we voor tegen de hittestress, we kunnen water opslaan, allemaal problemen waar we nu mee tegenaan gaan. Maar hoe kom je er überhaupt? Nou, uiteraard niet met de auto. We willen hubs plaatsen aan de randen van het gebied. Daarmee kan je overstappen op deelmobiliteit en die brengen jou gewoon aan de voet van het kavel. Hiermee creëren we voor autovrije straten en is de straat uiteindelijk echt weer voor de bewoners. Maar dan hebben we nog 2 delen. De kades zijn best lang. Hoe kom je van de ene kant naar de andere kant als je echt zo'n buurt wil creëren? Nou, we staan letterlijk de brug tussen die 2 delen. De ene kant voor de haven, voor de bedrijven, voor zover het gaat. Aan de andere kant kunnen we mooie ecologische zones maken voor echt voor de mensen zelf. Nou, en dat gecombineerd met een grote bakkerij met lunchroom op de begane grond. En wel in de vorm van een erkend leerschool, waar dus men ook kan leren. Maar waardoor de warmte en de geuren dus heel het gebouw voorzien van warmte en aroma's. En het mooie daarvan is dat natuurlijk in de weekenden het leeg staat. Maar hoe tof zou het nou zijn als er optimaal gebruik is van ruimte, waarbij er dus lunch en ontbijt gefaciliteerd wordt door vluchtelingen met een horeca-achtergrond. En waar dus bewoners en omwonenden kunnen eten. En zo stimuleer je de sociale integratie. En zo kan men proeven en ervaren van andere culturen. Alright, heren, dank. Nou. Ja, ik ben even helemaal onder de indruk van jullie presentatie. Dank je wel, mooi verhaal. Ik vind ook het goed dat jullie de link met de andere groepen maken. Daarmee laat je zien dat je op vele vlakken integraal werkt. En ook het feit dat je gebruik maakt van de stedenbouwkundige context om problemen op je eigen plot op te lossen. Dus complimenten daarvoor. Ja, mijn vraag gaat over de scheiding die jullie maken tussen het wonen boven en het onderste deel bedrijvigheid. Hoe zorg je ervoor dat die 2 delen met elkaar gaan interacteren? Nou, daar komt-ie. Die bakkerij is gecombineerd met een lunchroom. En die is echt fraai. Dat hebben we ook verwoord. Die is fraai, die is fancy. Dus men gaat daar naartoe willen komen. En zeker wanneer ze heel de dag al die geuren en aroma's ruiken in kantoren, maar ook in woningen. En het toffe daarvan is dat je dat ook nog eens in een nieuw jasje steekt gedurende de weekenden met vluchtelingen met een horeca-achtergrond, waardoor je dus echt andere culturen gaat proeven en ervaren. Ja, dankjewel. Nog tijd? Ja hoor, nog een snelle vraag. Een snelle vraag. Ja, dan ga ik toch even door op dat bakkerijconcept en die geuren. Dat is natuurlijk heel mooi dat je een lekkere geur toevoegt, maar de reden is, die jullie ook aangrijpen, is dat het ook een industriële omgeving is waar je last hebt van bijvoorbeeld de geuren van de afvalverbranding. Hebben jullie daar ook over nagedacht of ga je die gewoon overstemmen? Nou, we kunnen natuurlijk niet heel de wijk gaan voorzien van die bakkerijgeur, maar wel ons pand. En dat maakt het pand natuurlijk mega commercieel, los van dat het ook een mooie sociale meerwaarde geeft. Dankjewel. Alright, dank jullie wel.